Hey Jeffrey, eerst in jouw categorieën. Ja. En ook organisator. Ja, dat klopt. Was een beetje hectisch. Dus, ja, hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Ja, goede voorbereiding, maar ja, het is toch altijd een beetje hectisch, hè? Vooral als er een redelijk groot deelnemersaantal is. Toch nog een paar dingetjes op plaats en dan op het einde nog vlug naar de start. Na de start van de halve marathon en het uitreiken van de jeugdprijzen vertrokken de 5 en de 10 kilometer lopers. Tussen deze lopers stonden ook de beginners aan de start. Zij deden voor het eerst mee aan de 5 kilometer. Jullie zijn van de beginnersgroep. Ja. In maart begonnen met lopen. Ja. Hoe is het om de eerste 5 kilometer voor het echtje te lopen? Super. Super. Om welke reden zijn jullie gaan lopen? Ja, ik liep zelf al wel, maar ik had de discipline niet om daar bijvoorbeeld in de wintermaanden mee door te gaan. Dus ben ik bij de club gegaan en ja, het bevalt heel goed. Jij bent van de beginnersgroep. Ja. Dit jaar begonnen met trainen. Ja. Nu voor de eerste keer 5 kilometer. Ja. Hoe was het? Best pittig. Ja? Ja. En volgend jaar weer de 5, de 10? Trainen voor de 10 natuurlijk, maar ja. Dat is niet gelukkig dan gewoon de 5. U bent hier voor het eerst? Ik ben hier voor het eerst. En hoe vond u het parcours? Dat zit u in rode? Heel mooi. Heel goed beloopbaar. Heel goed. Goed georganiseerd ook. Dat is echt perfect. Was het een zwaar parcours? Door de wind was het wel een beetje zwaar. Maar het valt wel heel veel goed. Ja. Eerste keer dat je een halve marathon wint, of heb je al vaker gedaan? Algemeen winnaar de eerste keer. Ja. De eerste dame is er toch? De eerste dame, geef een flinkhandig applaus. Angelique de Vries, eerste dame. En Gerrit van Oudrijk, de vlak achter. Ja. Ik hoorde je net zeggen dat het zwaar was. Heel zwaar. Ze hadden een heel hoog parcours. En op veel stukken toch de wind schuin van voor of recht tegen. En dat kost heel veel energie. En in het eerste stuk had ik helpen hazen. Een loopmaatjes. En dan nog zwaarder, want dan loop je voorop en dan vang je eigenlijk de wind af. En ja, dan moest ik in het tweede deel een beetje bekomen. Maar... Nou ken je het parcours natuurlijk door en door. Toch verrassingen onderweg? Ja, redelijk wel, want ik ging helemaal stuk zeg maar bij de 12 kilometer. Dus, was ook nog, stond er wel een stevig windje en het was nog wel redelijk warm. Dus ja, toen zat ik er in één keer door. Ja. Maar toch nog net onder het anderhalve uur. Dus. Ja, ik wil zeggen, desondanks.